Het Centrum voor Informatietechnologie van de RUG heeft een nieuw snel rekencluster in gebruik genomen. Peregrine. Het staat opgesteld in het gebouw van Duo dat de restwarmte die vrijkomt gebruikt voor de verwarming van het eigen gebouw. Peregrine bestaat uit 175 superkrachtige PC's die aan elkaar gekoppeld zijn. Onderzoekers gebruiken ze voor het oplossen van rekenproblemen waar een gewone PC niet krachtig genoeg voor is. Een van hen is Rampal Etienne, een bioloog die wiskundige modellen gebruikt om te begrijpen hoe de soorten samenstelling van een gebied tot stand komt. We hebben een model ontwikkeld voor eilanden, een systeem in het algemeen, maar we hebben het toegepast op de Galapagos-eilanden. En natuurlijk zijn die bekend vanwege de Darwin-vinken. En we willen weten van die Darwin-vinken of we verwachten dat er nog meer soorten zich daar zullen vormen. Of dat wat er nu is, het ook wel is. Wat we ontdekt hebben is dat de Darwin-vinken inderdaad anders zijn dan de rest van de vogels. En niet alleen dat ze veel sneller zijn in hun evolutionaire processen. Maar we zien ook dat de Darwin-vinken een evenwicht hebben bereikt. Terwijl de andere vogels dat eigenlijk niet bereikt hebben. Tenminste, de data zeggen ons niet dat dat het geval is. We hebben bijvoorbeeld voor deze analyse die we aan de Darwin-vink hebben gedaan, hebben we echt maanden moeten rekenen. En dan ontdek je dat er ergens iets fout zit en dan moet je het allemaal opnieuw doen. Dus een snellere computerfaciliteit scheelt enorm veel tijd. Of systemen, eilandsystemen in evenwicht zijn of niet, dat is eigenlijk een vraag die we al sinds 1967 stellen. Toen is een heel klassiek boek uitgekomen over eilandtheorie. En daar werd eigenlijk aangenomen dat er evenwicht is op eilanden. Maar nu kunnen we gaan kijken of dat inderdaad wel het geval is. Dus we hebben dus voor de Darwin-vinken laten zien dat dat wel het geval is. Maar voor die andere vogels is het niet zo. Dus dat is sowieso al baanbrekend. Ook onderzoekers uit de letteren maken gebruik van het nieuwe rekencluster. Gert-Jan van Noord bijvoorbeeld. Hij houdt zich bezig met technieken om met de computer taal te ontleden. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld vertaalmachines. Wij willen graag de computer taal, Nederlandse taal, leren begrijpen. De computer begrijpt wat er staat en dat hij daarmee bijvoorbeeld herkent dat een tweet over een bepaald bedrijf negatief is en dat het bedrijf kan reageren. Dat is nog niet zo makkelijk, want er is vaak ironie in het spel. Automatisch vertalen is een andere toepassing waarbij je hoopt dat als je de taal begrijpt, het Nederlands begrijpt, dat je een betere vertaling kan maken. Het eerste deel van het probleem is dat je de regels van Nederlands moet bijbrengen en dat is nog wel enigszins te doen. Alleen dan blijkt, als je dat doet, dat hij met dezelfde regels van het Nederlands allerlei analyses kan maken die helemaal niet goed zijn. Dus een voorbeeld, je kunt zeggen de paus kreeg een biefstuk te eten. En je kunt zeggen, de paus kreeg daklozen te eten. En dat, die zinnen lijken wel op elkaar. Maar in het ene geval is daklozen het onderwerp van eten. En in het andere geval is biefstuk het leidend voorwerp van eten. En dat kan je natuurlijk gemakkelijk fout doen. En de computer weet niet dat je daklozen niet moet eten. Dus die kiest net zo makkelijk de foutenanalyse. Als je de computer heel veel materiaal geeft, op een gegeven moment zie je welke combinaties van eten met leidend voorwerp veel voorkomen. Met spruitjes en biefstuk en brood, maar niet met daklozen. Dat zie je nooit. En op die manier kun je statistische modellen maken die dan heel vaak de goede analyse kiezen. Ja, met zo'n snelle computer kun je meer doen. Je kunt grotere modellen maken, je kunt meer materiaal laten analyseren. Je kunt het ook sneller doen. Vaak ben je ook dingen aan het uitproberen. Dus als je sneller resultaat krijgt, kun je ook gewoon uiteindelijk meer verschillende experimenten doen. En dit levert verbetering op. We hebben zo'n testset van 7.000, 8.000 zinnen, waarvan we weten wat de goede analyse is. En dan meten we precies of de computer dat dan, hoe goed hij dat op een bepaald moment kan. En dan blijkt soms dat hij het iets slechter doet en iets stuk gemaakt. En als alles goed is, dan heb je soms een kleine verbetering en dan zijn we tevreden even.